Op World Teachers Day afgelopen zaterdag zijn 78 leerkrachten geëerd voor hun jarenlange toewijding in het onderwijs. De ceremonie, georganiseerd door de Katholieke Onderwijzersbond KOB, het Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs RKBO en de School voor Jong Talent Suriname, vond plaats in het KOB-centrum aan de Burenstraat. Bernice Baron, voorzitter van de KOB, onderstreepte dat het beroep van leerkracht wordt beschouwd als een van de meest essentiële functies in de samenleving. Volgens Baron is de bijdrage die een leerkracht levert aan het leven van een individu van onschatbare waarde. Leerkracht, geen onderwijs. Zonder onderwijs, geen toekomst voor nieuwe generatie. En dan moet je lezen, je hoort via het nieuws. SPI, 10 studenten ingeschreven. 25, CBI, 10. Waarheen met ons onderwijs? Mensen zijn niet meer geïnteresseerd het beroep van onderwijzer of onderwijzeres uit te oefenen. Wij, onderwijzers, zijn de sleutel tot het verbeteren van het onderwijssysteem. Baron merkte verder op dat leerkrachten het de afgelopen periode zwaar hebben gehad. Toch benadrukte ze dat niet alles om geld draait. Wanneer het beroep een roeping is, hoeven leerkrachten niets te vrezen, voegde ze toe. Ook als het nemen het is, als het echt jouw roeping is, of het Surinaamse onderwijs te dienen, u zelf zien waardoor u niet gaat. U zit vandaag met een probleem en morgen is hij opgelost. U zit overmorgen met een probleem, de dag daarna is hij opgelost. Blijft u uw werk met liefde doen. Leerkrachten, zeker 1 oktober toen ze naar school zijn gegaan, zullen we niet weten wat is er gisteren. Het gaat nog steeds niet goed in het land. Maar hoe kan roken? Het is een roeping, vergeet het niet. Baron moedigde de leerkrachten aan om hun werk met liefde en toewijding uit te voeren zonder vrees om de Surinaamse kinderen te dienen. Tijdens de huldiging werden leerkrachten die respectievelijk 40, 35, 30 en 25 jaar in dienst zijn in het zonnetje gezet.